Kijk eens. Nou, deze is wel onbekend. Ja, mooi. Hè? Gaan we zien, hè? Ja, die ken je wel, hè? Kies Herring! Kies Herring! Deze is origineel gemaakt in 1989. En, nou, dus weer in 2007. Het is een prachtige verrassing, Kies Herring. Daar gaat hij dan weer gewoon beginnen met een laag bedrag. Want het is leuk voor in de keukentafel. Leuk voor in de nachtkastje. Maar ook goed voor op het toilet. Nee. Dan beginnen we met 1. 1 euro. 1 euro. Wie gaat er meer? Wie gaat er over? 2 euro. 2 euro geboden. 2 euro geboden. Ja, daar kriebelt iemand aan zijn neus. Dat is 3 euro. 3 euro. Ja, 3 euro geboden. Ja, ja. 8 euro. 4 euro. 4 euro geboden. 4 euro. 5 euro. 5 euro. Zo gaat hij goed. Even sneller doorgaan. 5 euro. Wie nog meer aan 5 euro? 6, 6 euro. 6 euro. 6 euro geboden. Wie gaat er nog even mee? 7, 8. 8 euro, 9 euro, 9 euro geboden voor deze prachtige 10, 11, 12 euro geboden voor deze prachtige kiesherring. Voor op het dagkastje, voor in de slaapkamer, voor op het toilet, in het schuurtje. Wat zei ik nou? 12 euro? 12 euro geboden. 12 euro, 12 euro, 1 euro. 13 euro, 14 euro, 14 euro geboden. 14 euro voor deze prachtige. Nou ja, je hebt het gezien, hij staat er gewoon. 14 euro, 1 op 15 euro, 15 euro, 15, 16 euro. Niet zwaaien. 16 euro, 16 euro. 1 maal, 16 euro, andere maal. 17, 18! 18. En de vogel die krijgt een verrassing. De volgende krijgt een verrassing. Die krijgt een verrassing. De volgende 18 euro geboden. Wie durft het? Wie durft het? 18 euro geboden. Wie durft het? De volgende krijgt echt een verrassing. 18 euro, eenmaal. 18 euro, andermaal. Wie durft het? 15 euro. Verkocht! Het zijn tenslotte vervalsingen, dus je mag het van de veilingmeester verwachten dat hij ook gaat vervalsen.